Dames en heren, welkom terug bij speelronde 31 van Eredivisie. Mijn naam is René Treur en ik mag live verslag doen van Willem II tegen Go Ahead Eagles, oftewel Daniel Kuipers tegen Ian Terschuur. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe wedstrijd in speelronde 31 van de Eredivisie. We hebben vandaag Ian Terschuur voor Go Ahead Eagles tegen Daniel Kuipers van Willem II. En Ian die staat op de 18e plaats. Die heeft het moeilijk met de laatste weken een loodzwaar programma. We moeten alweer 3 weken teruggaan naar zijn laatste punten behaald. Dat was tegen Twente met een 1-1 gelijk spel. Hij verloor 0-3 van Brian Hessing van Heracles Almelo. En hij verloor ook 0-3 van Quinten van der Most van Feyenoord. Zoals je al hoort, hij kreeg alleen maar topwedstrijden voor zijn kiezen. Daniel Kuipers daarentegen moeten we alweer 3 wedstrijden teruggaan voor wanneer hij geen 3 punten pakte. Want hij won met 1-0 van zowel PSV Roma Abdi als ADO Den Haag, Mitchell Denkers. De 2 spelers die ik trouwens vorige speelronde mocht verslaan. En die maakten er 0-0 van tegen elkaar. En ik ben heel benieuwd hoe deze mannen het tegen elkaar gaan doen. Ze gaan hun line-ups nog een beetje fine-tunen. Voor Ian is het wel redelijk duidelijk hoe hij gaat spelen. Hij heeft Aboubakar en zo. Hij heeft op het middenveld Nainggolan en Sneijder. Achterin heeft hij Smalling, Shaw, Manolas, Fiorenzi en De Gea op doel. En dan voor Daniel Kuipers is het een iets scherper team met gasten als Suarez, Bale en El Shaarawy. Hij heeft dus net iets grotere namen in zijn elftal staan. Dat kan je al meteen wel zien, want hij duikt al op in het strafschopgebied. Al heel vroeg in de wedstrijd. Maar dan, Ian Terschuur in de tegenstoot. Die komt daar niet onder de druk vandaan. Daniel Kuipers die draait de druimschroeven aan. Daniel heeft recent ook naast E-divisie ook andere toernooien gespeeld. Onder andere het Pro Players toernooi op Dutch Comic Con in de jaarbeurshallen Utrecht. Ik was er zelf ook als commentator. Samen met een aantal andere E-divisie spelers. Danny Hazenbroek, Brian Hessing van Excelsior en Heracles. En ook Lode de Boven FC Utrecht natuurlijk waren daar. En hij wist de groepsfase glansrijk door te komen. Met een paar mooie overwinningen. Maar hij kwam vervolgens al gauw, eigenlijk al in de achtste finales, direct na de groepsfase, tegen Brian Hessing van Heracles Almelo. En die won ternauwernood met 3-2 in een hele mooie pot. Maar vandaag weer E-divisie natuurlijk. En ik heb Ian even kort gesproken voor de wedstrijd. Die was vol vertrouwen. Hij zei, deze ga ik winnen. Dat is goed om te horen. Daniel zit wel in een lekkere flow natuurlijk. Overwinningen tegen PSV en ADO. Dus het gaat geen makkie worden hoor. Dat is een ding dat zeker is. Ik kom ook even iets naar voren. Want die brede ruggen bedekken bijna het hele scherm. Abate staat erin. De oude strijder bij Willem II. Suarez op de linkerflank. Daniel zei dat hij een beetje twijfelde over hoe hij ze neer ging zetten. Hij zat te twijfelen tussen Shaarawy en Suarez op de nummer 10 positie. En Bill was wel een zekerheidje op links. Zo werd mij toevertrouwd. En dan natuurlijk Sanchez en Modric en Vidal op het middenveld. Ja, dat zijn lekkere namen hoor. Om daar te hebben staan. Verder heeft hij achterin Alaba, Boateng en ook nog Chiellini. De man die nu samenspeelt in één elftal met de man die hem in zijn schouder beet. Een aantal jaar geleden. Vooralsnog geen hele grote kansen. Daniel 1 keer opgedoken in het strafschopgebied. Werd toen meteen gestuit. Hier los op de linkerflank. Maar verspeelt daar de bal. Dan is Go Ahead Eagles in de tegenstoot. Die hier met de ninja Nainggolan op zoek gaat naar zijn voorwaartse. Maar gaat niet lukken. Alaba op de linkerflank. De aanvallende linksback van Bayern München. Ook in dit Willem II wordt hij vaak gebruikt om lekker op te stomen. Dat zien we nu ook weer. Die gaat proberen die hoge voorzet te geven. Kan geen ruimte krijgen, want er wordt waanzinnig goed verdedigd door Ian Terschuur. Die gaat hier in de tegenstoot met Moussa Sow, Aboubakar. En die bereikt dan Lucas Podolski. De danger man in de aanval van Go Ahead Eagles vandaag. We spelen natuurlijk weer PlayStation. Xbox is even terug in de kast. Dus helaas geen Stoichkov meer aan de zijde van Go Ahead Eagles.
Maar wel deze man, Podolski, die laatst een uitzwaaiwedstrijd had. En daar gewoon even een stunning goal maakte voor Duitsland. Tegen Engeland. Aardige combinatie van Daniel, maar net buiten het strafgebied loopt dat net weer spaak. Heeft dan wel al snel weer balbezit, net over de middenlijn op zijn helft. En gaat weer bouwen. Pittige ingreep. Beide nog jonge spelers, 22 jaar oud. Ian, de inwoner van Deventer, heeft een heel moeizaam seizoen. Zoals gezegd, staat laatste. Speelde laatst wel gelijk tegen FC Twente, Jamie van den Bogaert. En ontpopt zich tot een ware cultheld. Hij heeft de gunfactor bij alles en iedereen. En ja, dat komt omdat hij gewoon zo'n ontspannen gozer is. Ook na een verloren wedstrijd heeft hij altijd een goed woord over. Voor zijn kansen, voor zijn tegenstander. En hij speelt ook met een team dat gewoon iets minder is dan de rest. Hij heeft notabene Manolas in de verdediging staan. Geen onbekende in de Eredivisie natuurlijk. De combinatie komt er niet helemaal uit. En dan is Daniel Kuipers misschien wel los hier met een countertje. Nee, gaat net niet gebeuren. Ian Terschuur terug in balbezit. En gespannen toekijkend Simon Seilemans. Groot fan van Ian Terschuur natuurlijk. Hier in de studio om te kijken hoe zijn maat het doet. Daniel Kuipers vooralsnog een klein beetje overwicht. Maar nog geen hele grote kansen afgedwongen. Hier dan een inworpje. Aan de linkerzijde van het veld, diep op de helft van Go Ahead Eagles, sorry. Dat moet ik niet hardop zeggen. Anders biedt hij me in de ruggen. Oh, aardige combinatie strafgebied. Lopen elkaar dan voor de voeten. En dan is er het opruimende werk van Ian Terschuur. Die heerlijk combineert hier achter de stand bij langs met Aboubakar. Op zoek naar So, die op zijn beurt Podolski bereikt. Maar Podolski doet het dan niet goed. Podolski die dus gestopt is als international en afscheid nam in stijl met weer een doelpunt. Lekker hoor, houdt hem net binnen. Daniel Kuipers hier op zoek naar het gevaar. Net buiten het strafgebied loopt aan spaak, maar heeft nog altijd balbezit. Hij gaat zoeken naar het gaatje. Lekkere combinatie. Modric nu uithalen. En de ruimte voor het schot is er, maar net niet genoeg in het hoekje. En dan is het De Gea die hem naslaat. En dus een corner voor Kuipers. Die kan koppen. Niet genoeg kracht en richting achter die kopbal. En dan is het toch weer David De Gea, doelman van Manchester United. Nadrukkelijk altijd in de belangstelling van Real Madrid. Maar hier spelend voor Go Ahead Eagles. Oh, lekkere combinatie. Suarez net niet genoeg ruimte voor een schot. En dan is er ruimte voor die counter. Ian Terschuur, 22 jaar oud, uit Deventer. Komt er niet goed onder de druk uit. En dan Daniel Kuipers, weer het strafgebied en weer daar... De bal verloren net op het laatste nippertje. Maar hij voert de druk langzaamaan op. Hij slingert zich als een anaconda om Go Ahead Eagles 1. En perst totdat al die lucht eruit is. Zoeken naar de ruimte voor het schot. En dat is dan een prachtige actie. Maar het schot dat mist wat kracht en overtuiging. Waardoor De Gea weer handelend kan optreden. Weer een cruciale redding van die doelman. En weer nog steeds balbezit voor Daniel Kuipers in het strafschopgebied van Go Ahead Eagles. Van Ian Terschuur. Ruimte voor de kopkans. En daar is de 1-0 eindelijk. Loon naar werken voor Daniel Kuipers uit Tilburg. En dat is wel terecht te noemen. Uit die corner werd de bal in eerste instantie afgeslagen. Net buiten strafschopgebied opgepakt door Daniel. Die dribbelt er vervolgens weer in. Komt met de hoge voorzet vanaf de achterlijn. En dan is het gewoon opspringen en inknikken. Eitje. En daar is de goal van El Pistolero. Ian Terschuur, die laat dat niet op zich zitten. De tweede helft is al begonnen zonder wijzigingen. Net voor rust is altijd een vervelend moment om zijn doelpunt tegen te krijgen. Kijken of Ian zich daarvan kan herstellen. Daniel Kuipers, nu weer in balbezit. Gaat op zoek naar zijn aanvallers. Kan ze niet vinden. Lekker hakje hier. Ian Terschuur, goede combinatie ook. Op zoek naar de ruimte, die heeft dat hier met Aboubakar. Maar die speelt het net niet goed genoeg uit. Mist ook de snelheid om die verdediger even achter zich te laten. En dan is daar de heerlijke boogbal van Daniel Kuipers op de linkerflank. Die wordt afgejaagd door Fiorenzi. Renato Sanchez, de kleine dribbelkoning. Een groot talent. Oh, heerlijke combinatie. Daniel Kuipers met Gareth Bale afleggen en inschieten. Natuurlijk, dat doet hij ook gewoon met El Shaarawy. We hadden het er net al over. Ging hij spelen op nummer 10
ging hij spelen op links in de aanval. Hij heeft goed gekozen, Daniel Kuipers. Dat blijkt hier maar weer, want El Shaarawy prikt de 2-0 binnen op aangeven van Suárez. Heerlijke combinaties. Alessandro Fiorenzi. Hier eindelijk Aboubakar weer bereikt. In het strafgebied ruimte om te schieten. Ja, natuurlijk. Die gaat erin. Binnenkant van de paal. Prachtig afgedrukt door Ian Terschuur. En zo de aansluitingstreffer voor de 22-jarige Deventenaar. En het kom op dan schalt weer door de studio. Wellicht straks nog een biet hem in de ruggen. Maar Daniel Kuipers die laat dat niet op zich zitten. Lekkere beweging van Alaba. David Alaba. Linksback van Bayern München, die weet Gareth Bale te bereiken. De snelle Welshman. Die gaat het strafgebied indribbelen. Nee, dat gaat hij niet. Maar wel een corner voor Daniel Kuipers. Kort genomen, snel met Modric een beetje dribbelen. Kijken of er ruimte komt voor een hoge voorzet. Dat is er dan niet. Maar Modric houdt wel balbezit. Heel goed gedaan van de man van Madrid, die zijn teamgenoot bereikt. Dan is het Suárez. Die krijgt geen ruimte voor het schot. Nee, goed verdedigd door Ian Terschuur. En dan Terschuur in de tegenstoot. Terschuur met Aboubakar. Heerlijke bal op Moustasso. Die kan er niet voorbij komen. Maar dat leek een overtreding. Dat moet toch een fluitje zijn van de scheidsrechter. Maar die wordt niet gehoord. En dus mag er doorgespeeld worden. Arturo Vidal dan op zoek via Alaba naar Gareth Bale. En die is natuurlijk heel snel. Fiorenzi de hielen laten zien. Maar net niet binnengehouden. En Terschuur met balbezit. Nog altijd Terschuur met de inworp. Fiorenzi. Gaat hier combineren. Kan zijn aanvallers So en Aboubakar niet bereiken dit keer. Nainggolan dan met een goede ingreep. Daar ja, net buiten het eigen strafschopgebied. De ninja wordt teruggedrongen. En daar heerlijke bewegingen van Daniel Kuipers. Die de laatste tijd dus bijzonder... Oh, dat is een aardige slijding van achter. Dat is zeker een penalty. En welke kleur kaart zien we daar? Dat geeft hij wel, hè? Ik heb hem ook bij me. En dan moet de penalty genomen worden door Daniel Kuipers. Gaat hij hem inschieten? Oh nee, dat doet hij niet! Een veldhaftige redding van Ian Terschuur. Waanzinnig! En zo houdt hij zichzelf in de wedstrijd in de 66e minuut nog alle kans op een gelijkspel of misschien zelfs een overwinning. En dat, hier een uitbraak. Ruimte voor een counter. Gaat hij daar op links zijn spits bereiken? Dat lukt niet. Daniel Kuipers snelle overname en hier net buiten het strafschopgebied op zoek naar Alaba, die op een hele vreemde positie staat inmiddels. Luis Suárez, prachtige beweging. Eén man kwijt. Ruimte zoeken voor het schot, maar te ver weg natuurlijk. Uit de draai gaat daar niet genoeg kracht in zitten om de keeper te kloppen. Moustasso, Lucas Podolski, Aboubakar. En Aboubakar is weer het eindstation van een goede combinatie. Maar komt weer zijn man niet voorbij. Hij mist toch dat technische vernuft of de snelheid. Tegen gasten als Chiellini en Boateng is dat ook niet makkelijk. Eens even kijken wat hier gebeurt. Ashley Williams komt erin. En die komt in de plaats van El Shaarawy, zo te zien. Verder wordt er niets gewijzigd. In het kamp van Kuipers. Daniel Kuipers in balbezit met 3 tegen 4. Hij moet snel zijn, anders komt er de bijsluiting van de middenvelders van Ian Terschuur. Wellicht iets te gehaast, maar dan ruimte voor het schot. Gaat er net niet in. Sanchez goed geplaatst, maar niet genoeg kracht, waardoor de keeper hem naast kan slaan. Wel die corner natuurlijk. Goed kort genomen. Bale strafschopgebied in combinatie met Boateng. Het schot van Chiellini. Het lijkt wel of hij nu zijn verdedigers allemaal voorin heeft staan. Maar dat komt natuurlijk even door die corners. Waarbij de luchtmacht mee naar voren mag. Williams. Eerste actie van de wedstrijd. Kijken of hij de beslissende paas kan geven. Want het doelpunt nu zou deze wedstrijd waarschijnlijk beslissen in het voordeel van Daniel Kuipers. Gareth Bale afleggen. Arturo Vidal ruimte zoeken voor het schot. Heeft nog altijd balbezit. Het beest uit Chili. En die kan er niet doorheen komen. Ook hij niet. Renato Sanchez dan. De kleine behendige dribbelaar. Die zo'n fantastisch EK speelde voor Portugal. Lucas Podolski. Die we geen EK meer zullen zien spelen. Op zoek naar de rechterflank. Eindelijk zo weer bereikt. Gaat hij Aboubakar zijn maat in de spits kunnen bereiken? Of wellicht Lucas Podolski nog eens in stelling brengen? Goeie hoge voorzet en een vrije kopkans bijna. Maar die Boateng die zit er nog vervelend tussen.
En dan wordt dat een corner. Daniel Kuipers. Dit keer niet kort genomen. Dit keer gewoon de hoge voorzet. Kopduel weer niet gewonnen. Ian Terschuur met heel veel druk. Net buiten strafgebied. Goed gecombineerd. Het wordt steeds gevaarlijker. Daniel Kuipers kan nog altijd niet op zijn lauren rusten. Hij kan er nog niet gerust op zijn. Want Ian dwingt wat kansjes af. Hier een hele goede actie van Daniel Kuipers. Gaat hij het duel beslissen? 85ste minuut. Nu zou het over zijn bij de 3-1. En een goede ingreep van De Gea. Op een schot recht door het midden. Goed gecombineerd. Daniel had daar meer uit moeten halen. Krijgt wellicht nog een tweede kans. Dan Ian Terschuur in balbezit. Ter hoogte van de middenlijn. Gaat hij weer zo'n heerlijke oogstrelende combinatie eruit gooien als daarnet. Dit keer niet. Want Daniel Kuipers zit er goed tussen. Kuipers verliest de bal ter hoogte van de middenlijn. Maar herovert hem ook meteen weer. Kan dan toch weer in de aanval. Oh, fantastische beweging hier. En dan is Nainggolan geklopt. Maar dan staan er nog een paar verdedigers voor hem natuurlijk. Alaba in stelling gebracht. Zoeken naar het gaatje. Zoeken naar de spits die vrij staat. Maar vooralsnog wordt het bijzonder goed verdedigd. Lekkere combinatie. Het Real Madrid duo. Modric, Bale, Sanchez. Die geeft hem terug aan Williams. En oh, die had de lange hoek moeten zoeken. Maar de keeper kan er weer tussen zitten. Die kan een helder rol vervullen. Met nog 3 minuten blessuretijd zou het nog 1 keer kunnen. Als Ian Terschuur nu de bal verovert. Daniel die gaat het rustig uitspelen achterin. En een verdiende overwinning. Wel goed, man. Die goal. Oh, willen jullie even de hoogtepunten laten zien? Tevreden, Daniel, denk ik? Eerste helft ging echt lekker, man. Ja. Die ballen gingen er maar niet in. Ik heb echt dikke kansen gemist. Ja, precies. En hij kreeg 1 kans en dan schiet hij hem zo in. Het was pas net voor rust dat je eigenlijk op 1-0 kwam. Dat zat er al wel een tijdje aan te komen. Ja, je ziet aan de statistieken, maar... Ja, ik moet eerlijk zeggen, hulde voor Ian, want hij heeft veel kansen gemist de laatste tijd. Maar hij krijgt nu een kans en hij prikt hem er gelijk ziek in. Dus punten komen vanzelf, denk ik. Ian, hoe kan dit? Je hebt veel meer dominante wedstrijden gespeeld in het verleden. Nu lukt het niet echt. Ja. Is dat door de wissel Xbox PlayStation of vorm van de dag? Nee, ik weet het niet. Ik denk meer vorm van de dag. En ik ben denk ik beter tegen spelers die het spel maken, zeg maar. Ik ben niet iemand die het spel maakt. En Daniel speelt heel terughoudend. En ik wist niet goed hoe ik ermee om moest gaan. Nee, jammer. Gefeliciteerd. En jongens, ik zie jullie volgende week.